tijdens het hoogtepunt van de zomer. Toen veel mensen vakantie hadden. Toen hadden we te maken met wisselvallig en koel zomerweer. En inmiddels in augustus is de zomer wel een beetje aan een comeback bezig. Maar moet toch wel een eindsprintje ingezet worden. Dus alle dagen dat het zonnig en droog is, kunnen we nog even op het terras van dat mooie weer genieten. Want zit er nog zo'n eindsprintje van de zomer aan te komen, of dringt de herfst zich toch al wel steeds meer op? Als we dan even naar de luchtdrukverdeling van volgende week gaan kijken, zien we ten westen, noordwesten van Nederland, wel een redelijk signaal voor een wat hogere luchtdruk dan normaal. Vooral in de buurt van IJsland. En als daar een hoge drukgebied komt te liggen, levert dat een stroming op met de wijzers van de klok mee. Zal in Nederland een noorden- tot oostenwind opleveren. Daar komt natuurlijk niet de warmste lucht bij mee. Daarvoor hebben we toch wel een wind vanuit het zuiden nodig. Nou, die hoge drukgebieden meer in die hoek, in het oosten en zuiden van Europa, een iets lagere luchtdruk dan gemiddeld. Maar die zomer gaat wel eventjes een comeback maken, want we zien ook in die week bovengemiddelde temperaturen. Meeste warmte nog wel in het zuidwesten van Europa, het zuiden van Frankrijk, Iberisch Schiereiland, de Alpenlanden en ook het noorden van Italië krijgen 3 tot 6 graden bovenop hun gemiddelde temperatuur voor deze tijd van het jaar. In Nederland 1 tot 3 graden boven het gemiddelde en zo aan het einde van deze maand hebben we meestal 20 tot 23 graden. En met deze temperaturen erbij kan dat toch wel een paar zomerse dagen gaan opleveren met 25 graden of meer. En met die hoge drukgebieden in de buurt zal het je vast ook niet verbazen dat het weerbeeld ook wat droger is dan normaal. We zien ook precies de oranje kleuren op de gebieden waar die hogere luchtdruk wordt berekend. 0 tot 10 mm onder het gemiddelde, dus vaak een zonnig weerbeeld met wat stapelwolken. En af en toe levert zo'n stapelwolk nog een zomers buitje op. Maar als we dan even wat verder vooruit gaan kijken, de overgang naar de septembermaand, dan zien we dat die hoge drukgebieden van de weerkaart verdwenen zijn. Dus een overtuigend aanhouden van dat stabiele weertype, die kans wordt toch wel een stukje kleiner. We zien in een groot deel van Europa een wat lagere luchtdruk dan gemiddeld. Maar heel uitgesproken is het ook niet. 0 tot 5 hectopascal onder het gemiddelde. En met een iets lagere luchtdruk ook iets meer wisselvalligheid. Het gaat wat natter worden. 0 tot 10 mm bovenop die gemiddelde neerslagsom. Ook voor een relatief groot deel van Europa. En met deze kaarten, deze verdeling, hou ik er toch wel een beetje rekening mee dat een westelijke wind met lage drukgebieden vanaf de Atlantische Oceaan dan wel wat vaker aan de orde van de dag gaat zijn. En dat daar dus ook wat meer regengebieden, meer wolken en ook wat meer buien het Europese continent optrekken. Dus wel wat wisselvalliger met die overgang naar september. Maar betekent wisselvalliger weer dan ook koeler weer? Nee, dat niet per se. Vooral in het zuiden van Europa blijft die warmte nog stand houden, met op de lange termijn, midden september, nog 1 tot 3 graden boven het gemiddelde. In Nederland wordt dan geen noemenswaardige afwijking meer berekend, maar we zien ten westen van ons, ook op de Atlantische Oceaan, nog steeds wel die rode kleuren. En natuurlijk aan het einde van de zomer is het zeewater wat opgewarmd en dan ijlt die warmte nog een beetje na. Als we dat even samenvatten, dan betekent dat dat het eerst nog eventjes wat warmer is, maar dat we eind augustus dan toch even weer een dipje meemaken. Eerst is het wat droger door die hoge drukinvloeden, maar daarna met die overgang naar september toch weer wat natter en wisselvalliger. En als je nog op vakantie gaat, die hitte in Zuid-Europa, die blijft voorlopig nog even.